Een 41-jarige vrouw uit Apeldoorn woont zich rond 5:30 middags op de A73 richting Venlo toen ze ter hoogte van Belvelden een klapband kreeg. De camper begon te slingeren en de vrouw raakte de magge voor het stuur kwijt. De camper kantelde en kwam dwars over de rijbanen tot stilstand. Het angerverkeer kon gelukkig op tijd stilkomen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en al snel bleek dat de bestuurster van de camper niet gewond was geraakt, ondanks de klap. Wel is de autoweg een tijd lang afgesloten geweest voor verkeer richting het noorden. Dat leidde tot lange files vanaf Ruiver. Het verkeer werd omgeleid. De camper is zwaar beschadigd geraakt door het ongeval.